Welkom kijkers bij Goalschool Gelderop. Mijn naam is Mike Vlieringen. En vandaag in de serie 10 stomme fouten, fout nummer 5. Moet je hoofd naar beneden houden. Ik denk als je op een drijvering gaat staan of in de baan zou vragen wat is de meest gemaakte opmerking, dan is het deze wel. Je moet je hoofd stil houden. Je moet je hoofd stil houden. En eigenlijk is dat een hele slechte opmerking, want als je je hoofd stil houdt, komen er namelijk een hele hoop fouten om de hoek kijken. Als ik mijn hoofd stil hou, zal het een beperking opleveren in de draai. In je nek en in je rug. Dus je zult merken dat mensen die een hoofd stil houden heel erg geneigd zijn om te blijven staan op beide benen. En we weten, we moeten het gewicht verplaatsen, want er moet ook een stukje versnelling plaats gaan vinden. En wat blijkt? Iemand die zijn hoofd niet stilhoudt op het moment van raken, maar op het moment van raken juist meekijkt, meedraait, zal makkelijker en dus minder spanning voelen in zijn nekgewricht en dus makkelijker kunnen indraaien. Dus niet meekijken oftewel hoofd stilhouden zal een beperking in de draai geven, daardoor minder lengte. En kijk naar mijn armen, mensen die het hoofd stilhouden en het lichaam dus zullen in problemen komen in een doorzwaai. Het lang maken van de linkerarm is bijna niet dun als mijn hoofd stil houden. Iemand die zijn hoofd niet stilhoudt maar meekijkt, draait het lichaam meer naar doel en je ziet mijn armen, ik kan mijn armen veel beter een soort strekkende beweging maken, dus ik kom veel beter door de bal heen. Ook weer voor de richting en voor de snelheid beter. Dus laten we afspreken, je moet het hoofd niet stil houden, maar je moet proberen niet omhoog of omlaag te komen, niet te veel te zakken, maar ik mag wel degelijk met mijn hoofd de bal nakijken. Op het moment dat ik de bal raak wil ik juist wel hebben dat ik meekijk. Want ik wil namelijk die draai en ik wil die strekkende beweging naar voren kunnen maken. Dus hoofd stil houden, dat is niet de oplossing. Kijk juist wel mee. Daardoor kan ik beter strekken en verplaats je gewicht beter. Heb je opmerkingen of vragen? Stuur ze naar mij toe en ik probeer zo snel mogelijk terug te komen en je vraag te beantwoorden. Succes met doen!